Ik ga meneer Leijnen over het vaderschapsverlof. Mevrouw Leijnen, u... Ja, compenseren. Mevrouw Leijnen heeft het woord. Dank u wel. Voorzitter, meneer de minister, geachte collega's. Het was Thomas van der Veeken die vorige week op televisie, mevrouw de staatssecretaris, het was Thomas van der Veeken die op televisie pleitte voor meer ouderschapsverlof voor papa's. Hij had behoefte om meer bij zijn zoon te zijn dan de 10 dagen vaderschapsverlof die hij gekregen had. En daarop volgde mevrouw de staatssecretaris op een ander televisieprogramma die bij u zou pleiten voor de invoering van het Scandinavisch systeem. U weet dat het Scandinavisch landen natuurlijk koplopers zijn als het gaat over de strijd tussen de gelijkheid van mannen en vrouwen. En ik denk dat dat iets is om fier op te zijn, ook ons land volgt. Maar als het gaat over ouderschapsverlof, is dat toch wel iets waar zij in investeren en geld voor uittrekken. En Zweden bijvoorbeeld geeft 16 maanden ouderschapsverlof, 2 maanden exclusief voor de mama, 2 maanden exclusief voor de papa en 12 maanden te vrij te verdelen over de mama of de papa of de 2 mama's. Onze fractie, of de 2 papa's ook, ja, maar papa's zetten vooralsnog geen eigen kind op de wereld, maar goed, ook de papa's hebben hun rechten in eender welke vorm van het koppel, inderdaad. Maar onze fractie steunt die strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, meneer de minister. En we hebben dan ook collega's... We hebben dan ook collega's een eigen voorstel ingediend. Samen met kersvers papa Vincent van Quickenborne heb ik het voorstel ingediend. Is er die? Ik zie dat het thema de collega's beroert. Ja, ik ben heel blij met de aandacht van de collega's voor het onderwerp. Ja. Maar we hebben dus een voorstel ingediend waarin wij de moederschapsverlof de laatste 5 weken die niet verplicht zijn op te nemen door de mama's, waarbij wij vinden dat dat binnen een koppel vrij te verdelen moet zijn. Een koppel moet de vrijheid hebben om zelf te kiezen wie die laatste 5 weken invult. Doen ze dat samen, hè? Zeggen ze we zijn samen thuis bij de baby of we geven de laatste 5 weken aan de papa of de meeouder of de moeder zegt nee, ik neem die 15 weken volwaardig op. Alles moet mogelijk zijn, want wij geloven in keuzevrijheid en wij zijn niet voor de verplichting. Ik heb 3 vragen en ik rond af. Meneer de voorzitter, meneer de minister, welke maatregelen heeft u al genomen in zaken ouderschapsverlof en tijdskrediet? Want de dossiers zijn hier toch al wel een hele tijd hangende in de commissie Sociale Zaken. Wat vindt u persoonlijk van het Scandinavische systeem en zijn daar middelen voor? En 3, wat vindt u van het fantastische voorstel van de Open VLD-fractie om het moederschapsverlof de laatste 5 weken daarvan te verdelen tussen de ouders. Dank u, mevrouw Leijnen. Meneer de minister. Mevrouw, meneer de voorzitter, mevrouw Leijnen, het zijn zeer belangrijke vragen. Ik wens de jonge vader, Vincent van Quickenborne, alle vaderschap toe. wat ik vind van het voorstel van Open VLD, ik vind alle voorstellen van Open VLD interessant. Dus ook dit voorstel, maar alle gekheid op een stokje. Enfin, ik denk dat... de sfeer is goed, heb ik begrepen. Maar ik verlies mijn tijd natuurlijk, voorzitter. Nu, ten eerste, wat het ouderschapsverlof betreft, is dit een belangrijk element om natuurlijk de relatie werk-privé op een wijze mee om te springen en ook om te zorgen dat mensen zolang zowel het privé... als het werk kunnen op een goede manier met elkaar verbinden. Ten tweede, we hebben in het verleden, in het recent verleden, de wet werkbaar wendbaar werk, die 15 maart voor alle duidelijkheid in het Belgisch Staatsblad gaat gepubliceerd worden, zijn daar reeds stappen gezet om bijvoorbeeld het verlof uit te breiden, het zorgverlof en het palliatief verlof. Nu hier, wat het ouderschapsverlof betreft, weet ik dat we daar... ideeën, voorstellen van Open VLD, maar ook van andere partijen hebben ontvangen. En ik sta daarvoor open om die te bekijken. En ik denk dat er een goede evolutie is. Ik dacht dat u wat meer ging toespitsen op dat vaderschapsverlof. Daar heb ik uit studies begrepen dat 81%, dat was in 2013, van de vaders dat recht op vaderschapsverlof opnemen. De laatste cijfers zijn 85% van de vaders nemen dat op, studie of cijfers van 2016. En dat we daar op een nieuwe belangrijke evolutie, dat niet alleen de moeders dat opnemen, maar ook de vaders, wat we allemaal kunnen toejuichen. Uw voorstel om een keuze te laten, wil ik
onderzoeken. We zullen dat natuurlijk moeten bekijken omtrent de budgettaire impact. Ik ga ervan uit dat u de collega's in de regering daar ook warm voor maakt dat dat budgettair geen enkel groot probleem kan opgeven. Maar ik sta open voor uw suggestie. En in Scandinavië, ja, dat moet ik dan nog verder even bekijken als ik daar de tijd voor heb. Dank u wel. Dank u, meneer de minister. Mevrouw Leijnen. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. En ondanks het feit dat ik vind dat het onze levenskwaliteit bevordert als we veel lachen, vind ik eigenlijk dit geen thema om te lachen, want dit is bloedserieus. En ik vind, en de cijfers die u daarnet vermeld heeft, bewijst dat ook, als 85% van de papa's hun vaderschapsverlof opnemen, dat wil dus eigenlijk zeggen dat de verplichting de facto niet meer nodig is, want ze nemen het recht waarover ze beschikken op. Dat is alvast een gigantische stap voorwaarts. Maar dat wil ook zeggen dat die trend bevestigd wordt dat ook vaders de actieve rol van het zorgen voor hun kind op zich willen nemen. En ik denk dat dat een enorme trendbreuk is met het verleden. We willen dat actief mee bevorderen, meneer de minister. En ik stel toch echt wel voor dat u ons voorstel goed onder de loep neemt, want het is namelijk een voorstel dat geen geld kost. Dank u, mevrouw Leijnen. Het incident is gesloten. Dank u, meneer de minister.